Hoi guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien de slime die al 2 weken duurt. Dus let's go. Oké, ik heb hier de slime. Hier, zo. Zo ziet het dus eruit. Het is super squish. Je kan het tenminste wel goed spelen. En mensen zeggen, wat is nou zo leuk aan slime? Ja, om gewoon uit te rekken en te kneden. En woensdag ga ik jullie ook meenemen naar McDonald's. Daar gaan we de verjaardag vieren. En we gaan daar spelen. En zie je, hebt zo'n kinderdingetje. Daar kun je ze spelen. Dus daar ga ik natuurlijk meenemen. Het is woensdag. Na school. En wat gaat er gebeuren als je kidslime erbij doet? Ik heb ook deze gemaakt met kidslime. Dus ik heb deze gemaakt met drift en lijm. Alleen drift. En mensen zeggen, ja, dat gaat niet werken. Jawel, het werkt wel. Omdat je met je handen moet doen. Niet in een bakje zo, maar met je handen. Kijk, als je zo doet, gaat het. Weet je, ik ga jullie het een beetje laten zien. En wat je doet is hier zo bij doen. En een beetje treft. Dan moet je het zo doen. Dus dan ziet het zo eruit. Moet je goed blijven mixen. Zo. Je ziet niks. Dan gebeurt er dit. Die van die kleine stippeltjes te komen. En dan moet je het mixen. En dan ontstaat bij de midden zo'n bol. Zo'n bolletje. Dus dat is zo moet je dus die slijm maken. En soms als je klapt, dan komt die van die zo'n draadje met drift. Maar als je het zonder drift doet, dan is het niet zo het super snel hard. En wat gaat er gebeuren als je er kidslijm bij doet? Ja, dat gaat plakkerig worden. Kijk. Oké. We beginnen een beetje. Ik ben verkouden, dus. Kijk. We hebben al 6 toetsen gedaan. In 2 weken. 6. Elke dag moeten we dus een toets doen. Oké. Dan wordt het zo plakkerig en als je verder kneedt, wordt het niet meer zo plakkerig. Maar wat gaat er gebeuren als je veel te veel kunt slijmen? Niet bang zijn, maar. Je mag wel een beetje bang zijn, maar kijk, dit gaat er dan gebeuren. Het gaat nu plakken. Kijk. Hoor die geluid. En ik heb vaak, oké, ik ga een keertje reageren op haatreacties. Dat vind ik wel leuk. En jullie moeten ook de diss track kijken van Milan Knol en Game Meneer. Je moet gewoon schrijven diss track Milan Knol. En Dylan Hagens heeft hij ook. Milan Knol heeft Dylan Hagens en Game Meneer. En Game Meneer heeft een video teruggemaakt. Dylan Nagels heeft niks meer gehad. Het plakt maar nog een beetje. En dat vind ik wel leuk. Zo. Maar als je je slijm mee doet, kun je het makkelijk uitrekken. Dus dat vind ik juist leuk. Kijk. Zie je? Weet je wat ik leuk vind? Dat gaat afzakken. Ja, zoiets. Ja. Ja, maar je moet altijd met lensvloes of scheerschuim. Ik heb scheerschuim. Maar als je hierbij gaat doen, gaat het plakkerig worden. Echt heel plakkerig.
En dan gaat het plakken, moet je weer helemaal opnieuw dit doen. Dus nooit scheurs gaan bijdoen. Als je dit heel zacht wilt laten worden, of je moet een heel klein beetje scheurs, een heel klein beetje. Heel klein beetje scheurschuim. Of een heel klein beetje kitslijm. Dat werkt altijd, want anders wordt het niet zo lang hard, zacht. Als je slijm maakt en je wilt drefslijm en je hebt er geen kitslijm of scheurschuim gebruikt, dan is het super hard. Dus daarom moet je altijd kitslijm of scheurschuim. Ook het is hard. Probeer dan gewoon eventjes kitslijm te zetten en goed te kneden, want dan gaat het juist plakkerig worden. En dan kun je het juist meer spelen. En ik ga ook hier loom bij doen misschien. Ik moet voor 6 of 5 kinderen slijm maken. Ik moet voor Faris, Ilham, Bouchera en A.A.T. Oké, doe even meer, want ik wil dat het meer zacht wordt. Als het echt niet lukt met kitslijm, moet je echt scheurschuim bij doen. En als je geen scheurschuim hebt en wel lijm, moet je wel lijm bij doen. En als het dan niet lukt, dan heb je volgens mij de verkeerde drift. En het moet groene drift. Dan mag je een andere kleur. Het moet de groene drift. Want ik heb een keertje met roze drift geprobeerd en dat werkt. Echt niet. Omdat ik een mooi kleurtje wil en het werkt echt niet. Ik kan u alsjeblieft abonneren op Rodeli de kanaal. Lijkt me leuk. Oh my god. Oké, ik heb veel te veel gedaan. Oké, ik ga kijken wat er gaat gebeuren. Oké. Het plakt super erg, maar dat maakt het zo uit. Want op dit gaat het toch over. En ik kan het niet meer zo goed uit. Het is een groot vlieg.